You can't do better. Let me show you what a good time looks like. You can't do better. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het kanaal Draven Zenit. Mijn naam is Nienke en ik heb vandaag, echt net een uur geleden of zo, heb ik de uitwerking binnengekregen van de fotoreading die ik vorige week had aangevraagd. Het leeftijd was 3 weken, maar ik heb hem dus nu al binnen. Dus dat is super fijn. En ik wil die in deze video ook met jullie gaan delen. Ik ga hem dus gewoon voorlezen. En ook een beetje mijn, ja, erop reageren, zeg maar. Het is een fotoreading, dus ik heb gewoon een verslag gekregen in een pdf. Met antwoorden op de vragen die ik gesteld had. Als jij nou zoiets hebt van diercommunicatie onzin, dan is dit niet de video voor jou. Maar ik denk dat heel veel mensen zijn die het wel interessant vinden. En ik vind het ook zelf fijn om aandacht te besteden aan dingen als diercommunicatie en allerlei andere alternatieve, en geneeswijze is niet het juiste woord, maar alternatieve manieren om je paard te helpen. Dus daarom ga ik jullie gewoon meenemen in de reading. Ik heb hem dus al gelezen. Ik vond het wel een hele mooie reading. Ik ga ook gewoon alles voorlezen, want er stond niks in wat jullie niet echt mogen weten. Het was ongeveer 2 pagina's lang. 2, 3 pagina's. Het eerste wat mij opviel, want ik heb dus in 2021 heb ik ook al een keer een reading laten doen. Ik ga de reading trouwens op mijn telefoon voorlezen, dus daar heb ik mijn telefoon bij de hand. Maar ik heb in 2021 ook al een keer een reading laten doen. En het voornaamste wat mij deze reading opviel, is dat de energie van de reading heel anders was. En dat wil niet zeggen dat een van de twee niet goed was of niet klopte of wat dan ook. Want je hebt sowieso, als je met verschillende dierentolken werkt, iedereen heeft natuurlijk, het is eigenlijk een interpretatie van degene die de communicatie doet. Dus daarin zal iedereen altijd wat anders zijn. Ik anders dingen wat anders formuleren. Ik meet zelf dus ook paarden uit. Vooral mijn eigen paard. Maar ik weet ook dat met uitmeten, als je iemand anders hetzelfde paard gaat uitmeten, dat er ook iets anders uit kan komen. Want bij mij zit bijvoorbeeld in mijn metingen vaak heel erg op spijsverteringsstelsel. Maar iemand anders kan juist heel erg op bewegingsapparaat zitten. En een paard kan bijvoorbeeld last hebben van darmen, maar ook artrose hebben. Of ook last van iets in zijn pezen hebben. En dan, ja, zo kunnen dus bij verschillende mensen verschillende dingen uitkomen. En ik heb ook een weekend basiscursus diercommunicatie bij Simone Ottervangers gedaan. En toen moest op een gegeven moment ook allemaal, de hele groep moesten we met het paard van, volgens mij niet haar paard, doet er niet toe. Maar in ieder geval met 1 paard gaan communiceren. En toen gaf dat paard ook aan iedereen, gaf hij iets anders door. Dus toen ging bijvoorbeeld ook de tafel rond. En iedereen had dus een andere boodschap doorgekregen. Dus in die zin speelt het ook een rol wie er met het paard communiceert. En wat daarin ook nog meespeelt, want het ging er dus om dat ik de energie wel heel anders vond dan in de eerste reading. Ik denk dat Sen ook echt wel anders in zijn energie zit. Want toen zat ik niet lekker in mijn vel. Ik heb ondertussen therapie gehad, weet ik veel wat ik allemaal gedaan heb. Hij is 2 keer verhuisd sindsdien. Er is een hoop gebeurd sinds die vorige reading. Dus het zou ook heel goed kunnen dat hij gewoon beter in zijn vel zit en daardoor ook energieker overkomt. Dus dat wilde ik even van tevoren gezegd hebben. En dan ga ik nu de reading voorlezen. Dus het zijn 3 pagina's. En wat ik dus, je bestelt het bij, want ik heb nu dus een reading gedaan bij Mirte van Paardenkracht. En die heb ik onder andere voorbij zien komen bij, volgens mij, Live is SME en Equitality. En bij hun is ze nog op locatie gekomen en dat zou ik ook nog steeds een keer tof vinden, zeker ook voor een video. Maar ik heb nu dus gewoon een fotoreading gedaan waar ik gewoon antwoorden wilde. En dat was wel gewoon de goedkoopste optie. Dus dat heb ik gedaan. En dan moet je dus een foto sturen van je paard waar je paard helemaal op staat en waar ook het oog goed zichtbaar is. Dus ik had deze hele charmante foto doorgestuurd. Dat ik even speciaal hiervoor gemaakt. Nou, dan ga ik nu gewoon de reading voorlezen. En als ik er iets over te zeggen heb, dan doe ik dat. Mirte begint dan met de vraag: wat kan ik aan jouw eigenaar Nienke laten weten ter herkenning, zodat zij weet dat ik met jou contact heb? Nou, twijfel ik daar niet zo aan, maar ik kan me voorstellen dat ze veel klanten heeft die dat wel doen. En dan komen nu dus, ja, wat zij net heeft doorgegeven. Dag lieve Nienke, wat vind ik het fijn dat ik mijn stem mag laten horen en wat heb ik er veel zin in om mijn woorden met jou te delen. Een beetje spannend vind ik het wel, maar dat geeft niet. Ik mag fijn mijn tijd nemen om van mij te laten horen. En dit herken ik ook wel van de eerste reading, want toen vond ik het ook heel spannend om zijn mening te geven. Want hij zei ook dat hij niet snel het achterste van zijn tong laat zien. Vergeleken met de reading van 2 jaar geleden proef ik hier al wel een stuk meer openheid, zeg maar. Dan nu ga ik weer voorlezen. En als eerste neem ik je mee in hoe ik mezelf zie, ter herkenning voor jou. Laat ik starten met zeggen dat ik een luchtig karakter heb. Ik bezit aardig wat speelsheid en laat het dan ook echt graag zien. Soms ben ik hierin wat zoekende. Kan ik echt volledig vrij zijn om losjes te spelen en grappig te zijn? Vraagteken.
Maar over het algemeen ervaar ik mijn energie als luchtig. Daarnaast zie ik mezelf als nieuwsgierig en leergierig, slim en nuchter. Nou, dat herken ik zeker. Ik ben niet zozeer angstig aangelegd, eerder onzeker en zoekende. Ik vind mezelf namelijk best stoer en ik vind dat ik veel aan durf te gaan. Dat vind ik ook zeker. Hij is echt niet... hij is echt wel heel stoer. En hij is best wel, het is best wel een timide paardje, vaak. Maar er zijn zeg maar weinig dingen die ik... Ja, meer dingen die ik niet met hem zou durven. Zou bijvoorbeeld meer zijn springen, omdat ik gewoon bang ben dat zijn coördinatie daarvoor niet goed genoeg is. Maar ik zal niet zo snel bang zijn om iets met hem te doen, omdat hij eigenlijk in alles gewoon heel makkelijk is. En ik heb ook altijd wel het idee dat als ik zeg dat het goed is, dat hij dan ook wel denkt van, nou ja, oké, dan geloof ik het wel. Ik had bijvoorbeeld ook toen ik op horse event liep, of mijn equivair ook trouwens al, ik dacht van, ik ben toch wel benieuwd hoe Zen het zou doen in deze entourage, want op zich, hij is de drafbaan gewend en er gebeurt natuurlijk ook heel veel. Dus ik denk dat hij het daar misschien ook nog, dat hij me misschien nog wel zou verbazen hoe goed hij het daar zou doen, want hij is eigenlijk helemaal niet zo schrikkerig. Het is geen makkelijk paard. In de omgang wel hoor, dat wel. Maar met rijden zeker niet. Maar hij is echt wel stoer. Dus dat herken ik wel. Ga ik nu even verder lezen. Avontuurlijk. Misschien is dat zelfs een passend woord. Ik vind nieuwe ervaringen prettig en het voelt voor mij speciaal dat ik ze mee mag maken. Nou, dat vind ik sowieso wel handig om te weten, want... Ja, misschien moet ik hem wat meer blootstellen aan nieuwe situaties. Naast de spanningen en onzekerheden die ik zeker weten heb, zie ik mijzelf wel als een standvastig en krachtig paard. Doortastend en helder, maar ik heb zo nu en dan wel bevestiging van anderen nodig dat ik iets goed doe. Nou, dat probeer ik hem ook altijd te geven. En zodra ik die goedkeuring eenmaal heb, dan ga ik er ook vol voor. Ik neem mensen en paarden niet snel in vertrouwen, maar als ik je eenmaal in mijn hart heb gesloten, dan ga je er niet makkelijk uit. Ik word blij van aandacht, lekkers en bezig zijn. Ik voel me graag nuttig en vind dit een belangrijk onderdeel van mijn leven. Dat vind ik ook wel een interessante. Want nou ja, ik heb het al wat meer in een video gesteld dat ik heel erg mee struggle. Van ja, moet ik nou wel of niet iets met hem doen? En daar komen ze ook nog op terug. Maar dat hij zich nuttig wil voelen, dat klopt wel met mijn gevoel. Ik heb wel het idee dat hij zich beter voelt als hij iets te doen heeft. En ik weet ook dat zijn vorige eigenaresse heeft hem uiteindelijk... Toen hij op de drafbaan niet meer goed genoeg was, heeft ze hem ook verkocht. Omdat hij baar alleen maar bewijs en daar niet gelukkig van werd. Dus ik herken dat zeker wel dat hij zich nuttig wil voelen. Wel moet ik eerlijk zijn over wat ik net zei, dat luchtige karakter. Ik heb ook mijn donkere periodes. Dan begrijp ik mezelf niet meer, lukt het allemaal even niet en kan ik mij flink terugtrekken in mijn eigen bubbel. Nou, dat herken ik dus ook wel. Hij kan soms... Ja, soms dan hoor ik van ieder van, ja, hij was gewoon niet zo vrolijk. Hij wilde niet echt. En ik weet niet, soms is het ook gewoon een gevoel. Dus dat hij niet per se anders doet met je gewoon, of in zijn blik, in zijn ogen. Soms, ja, donkere periodes. En dat herken ik ook in mezelf wel. Maar dat verbaast me dus ook niet echt, dat hij soms donkere periodes heeft. Die periodes poppen af en toe nog op en worden gelukkig steeds minder. Ik ben blij met de processen die ik mag doorlopen en dan ga ik ook... En daar ga ik je ook antwoord op geven, want je hebt hele fijne vragen ingebracht, mijn lieve Nienke. Geniet van mijn woorden en helderheid. Ik hoop dat ik je kan helpen. Dus dat is sowieso... Het is sowieso echt... Ik zei altijd al in andere video's dat ik het spannend vond om een fotoreading in te sturen, terwijl ik heel goed weet dat paarden super liefdevol zijn. En dit is ook wel gewoon echt nog even next level liefdevol. In de vorige reading was hij wat harder voor me. Maar misschien toen had ik het waarschijnlijk ook gewoon nodig. Nou, dan was dat dus de eerste vraag. De tweede vraag die ik gesteld had is... hoe heb je je tijd in het draftsport ervaren? En daarop antwoordt hij... Hoewel ik op dit moment dankbaar ben dat ik niet meer in het draftsport bezig ben... en ik op een hele andere manier mag leren en samenwerken... heb ik mijn tijd daar als leerzaam en intens ervaren. Leuk en afwisselend. Ik heb mijn lichaam mogen gebruiken in de sportwereld. Dat heb ik als bijzonder ervaren. Ik had een vast doel waar ik naartoe werkte en hard mijn best voor deed. Het was soms best pittig. Conditioneel vroeg het veel van mij en merkte ik hoe belangrijk het was dat dit op passend niveau bleef. Er is nooit te veel van mij gevraagd, althans niet vanuit een kwade bedoeling. Ik vond het fijn dat ik liefdevol werd gepusht om meer te laten zien en om nog beter mijn best te doen. Dat heeft mij veel geleerd. En dit sluit ook wel een beetje aan met het idee wat ik heb van zijn tijd in de drafperiode. Omdat ik wel weet dat zijn vorige eigenaar echt heel dol op hem was. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat zij hem bewust
kwaad gedaan zou hebben of zo. Ik denk dat hij echt wel... Ze zeggen natuurlijk heel vaak... Dat was ook de reden waarom ik het vroeg. Over de drafsport wordt heel vaak gezegd... paarden daar met harde hand worden aangepakt en zo. En ik heb altijd het idee gehad... van bij Zen is dat niet zo geweest. En nou ja, zo heeft hij het zelfs ook niet ervaren. Hij heeft het zelfs ook ervaren dat er liefdevol werd gepusht. Ja, nog beter mijn best te doen, dat heeft mij veel geleerd. Het was ook een plezierige periode, vol met contacten met andere paarden en een fijne verzorging. Want optimaal presteren betekende in mijn geval ook op vele momenten optimale verzorging. De laatste periode ging het minder goed en merkte ik zelf ook dat ik aanvoel dat er iets anders op mij te wachten stond. Nou, hij is uiteindelijk dus ook gestopt met koersen omdat hij gewoon aan zijn winstom zat. En dat betekent in de drafbaas eigenlijk gewoon niet meer een hoger niveau of op dat niveau of zo mee kunnen. En ik weet ook dat hij tegen het einde ook luchtwegklachten heeft gehad bij zijn vorige NRS'e. Dus misschien dat hij daarop doelt. Een nieuw hoofdstuk in mijn verhaal. Mijn leven mocht een andere wending krijgen. En nu ik eenmaal uit de drafsport ben en op deze nieuwe manier mag leven, ben ik dankbaar voor de sportperiode en net zo dankbaar voor mijn leven nu. Beide manieren vormen mij tot wie ik ben, helpen mij ontdekken wat mijn krachten en leerpunten zijn. Ik mag vallen en opstaan, groeien en bloeien. Ook vroeger, ook nu. En wauw, wat voelt dat fijn. Dus dat vind ik sowieso fijn om te lezen, dat hij het als prettig ervaren heeft in de drafsport. Dat gevoel had ik dus zelf al wel, maar... ja, toch fijn om ook even die bevestiging te krijgen. Dan had ik hem ook gevraagd... Wil jij nog gereden of getraind worden, nu of in de toekomst? Want ja, jullie weten dat als je mijn video's kijkt... weet je dat ik daar gewoon heel erg mee in mijn hoofd zit. Dan zegt Zen... Ik zou het erg leuk vinden om met jou nog wat te werken, liefste. Heerlijk rustig en op recreatieve wijze... de drukte en diepgang hoeven wat mij betreft niet meer op wedstrijdniveau... maar juist samenwerken in de speelsheid. Nou, dat is ook precies wat ik met hem zou willen... De rust vind ik heerlijk en gedij ik prachtig op. Dat heb jij goed gezien. Soms mis ik het samenwerken en wil ik dat je de vrijheid voelt om met mij aan de slag te gaan. Rijdend of grondwerk, binnen of buiten, het maakt me allemaal niet uit. Zo nu en dan heerlijk genieten van onze band tijdens de samenwerking op een gezellige manier zie ik zeker zitten. Ik ben er klaar voor om wat meer opgepakt te worden. De rust van de afgelopen jaren hebben mij goed gedaan. Maar ik merk wel dat ik het samenwerken mis. De vrijheid en het plezier, daar heb ik weer zin in. Lekker hè, dit korte antwoord. Dus ja, dat is voor mij ook weer een stok achter de deur om allemaal toch weer op te gaan pakken. Mits hij natuurlijk fysiek ook goed zit. Maar als hij nou zegt van nou nee, het hoeft voor mij niet. Dan had ik misschien wel de keuze gemaakt om inderdaad niet meer met hem te gaan rijden. Want ik had het toevallig vanmiddag met Fenna ook nog over dat ja, als het uit de osteopaat of hieruit kwam dat hij niet meer wilde of niet meer kon rijden. Dat ik dan misschien toch wel een bijrijdpaard wilde gaan zoeken. Omdat ik het rijden toch wel gewoon mis. Maar ja, het liefst pak ik hem natuurlijk met hem gewoon weer op. Dan had ik ook gevraagd, wat vind je van je huidige stalling en de paarden hier? En ik had ook gevraagd, wat vind je zelf nog leuk om te doen? En die heeft ze even, die heeft zij of Zen, ik weet niet precies. Maar die zijn in ieder geval gecombineerd tot één antwoord. En daarop zegt Zen, ergens had ik verwacht dat ik iets kon zeggen wat je beter of anders kan doen. Maar ik ben stiekem blij dat ik je niets kan vertellen. Ik sta hier op mijn plek en voel mij hier heerlijk thuis. Ik vind hier rust, gemoedelijkheid en plezier. En verder wil ik deze vraag graag wat uitgebreider gebruiken, want zo'n kort antwoord is fijn, maar ik heb nog zoveel te vertellen. Ik ben namelijk ongelooflijk tevreden over jouw omgang met mij. In ieder opzicht, je gaat op een liefdevolle, vriendelijke, respectvolle, doordachte, warme en zachte manier met mij om. Je bezit kracht, doorzettingsvermogen, pit en je bent leergierig. Dit alles combineer je met elkaar en vormt zich tot de mens Nienke met wie ik met veel blijdschap samenwerk. Ja... Ik vind je soms een ongelofelijke suffert als je blijft hangen in twijfels en oude overtuigingen. Guilty. Maar omdat jij die patronen zelf al zo goed mogelijk doorziet en mee aan de gang gaat, is dat gevoel bij mij ook zo weer vervlogen. Ik ben simpelweg dankbaar om wie jij bent, lieve Nienke. Het voelt hier rustig en ik ervaar het als een tevreden sfeer, kalm en gemoedelijk. Er hangt hier een vriendelijkheid, dat vind ik fijn. Kortom, ik ben blij dat ik door een topper zoals jij verzorgd en geliefd mag worden. Je omringt mij met jouw warmte en zachtheid. Je inspireert mij met jouw doorzettingsvermogen en innerlijke kracht. Dat waardeer ik en daar leer ik van. Dank dat je mij zo lief hebt, mijn liefste. Ik heb jou lief, oh zo lief. Ik zie je, ik hoor je en ik voel je. Ik prik door de maskers heen en ben trots op je als er geen maskers te vinden zijn. Ik zie jouw uiterlijke strubbelingen en de innerlijke feestjes die je viert. Ik waardeer jouw luchtigheid en het talent om in alles iets moois te kunnen zien. Daar herken ik me overigens niet zo in. Dat ik in alles iets moois kan zien. Ik kan best wel pessimistisch zijn. Maar goed. Hè? En ik merk ook. In de vorige reading. Dus 2 jaar geleden. Toen was het heel erg van. Ja, we missen onze connectie. Daar moeten we even aan gaan werken. En dat geeft nu dan net graveel aan. Dat hij het samenwerken wel een beetje mist.
Maar verder spreekt hieruit wel weer veel meer de connectie dan in de vorige reading. Jij leert van iedere ervaring. Daar kan ik slechts stil en dankbaar om zijn, lieve Nienke. Het emotioneert mij terwijl ik dit zeg. Ik ben stil en dankbaar en applaudisseer voor wie jij bent. Prachtige, krachtige en stralende vrouw. Dit moet ik gewoon vaker gaan lezen als ik onzeker ben. Dus als je onzeker bent, vraag wat je paard van je vindt. Je doet het goed. Meer dan goed. En wat betreft mijn woonlocatie als laatste opmerking. Ik voel mij prettig in kleine groepen. Met 1-op-1 aandacht. En als ik mij nuttig voel. Ik ben niet zo van de hele grote groepen kuddes. En vind drukte gezellig, maar wel tot een bepaalde hoogte. Nou ja, dat vind ik zelf ook prettiger. Ik ben ook meer van een kleine groep. En hij heeft mij ook altijd in een kleine groep gestaan. En ik denk dat ik ook, dat dat een soort is wat ik onbewust wist. Dat hij dat niet prettig zou vinden. Ik denk dat hij, ik zou hem niet snel in een grote groep zetten. Deels ook wel omdat het in grote groepen vaak niet goed geregeld is met voerpunten en zo. Maar ja, fijn dat is sowieso wel iets. Ik zou hem niet zo snel in een grote groep zetten. Omdat ik zelf ook niet echt behoefte heb aan een hele grote stalling. Ik hou zelf ook wel van die kleinschaligheid. Maar fijn dat we daarin op één lijn zitten. Als er heel veel mensen om mij heen zijn, kan ik mij wat overweldigd voelen en dan klap ik wat dicht. Dus juist de kleinschaligheid past uitstekend bij mij. Bij de 1-op-1 aandacht kan ik mij juist openen en de zachte, welwillende hand het aan jou tonen. Ik voel mij graag nuttig. Dat kan zijn met iets kleins, zoals grondwerk of een simpele vorm van samenwerken of juist tijdens het rijden als wij dat weer mee gaan oppakken. En als je een doel hebt bedacht dat jij die dag voor mij wil behalen. Ik vind het fijn om iets te doen te hebben, te zien, te horen en te ruiken, snuffelen, juist in de winter. Ik weet niet waarom dat specifiek bij staat, want Sen staat bij mij altijd buiten in de winter. Dus het is niet dat hij, maar hij doet wel minder in de winter, dan staat hij gewoon buiten. En ik heb dan ook vaak niet de energie, zeker ook met de wintertijd en zo, om iets te doen. Dus misschien dat hij daarop doelt, maar voor huisvesting is hij hetzelfde in de winter. Ik vind geprikkeld worden fijn en vind het daarbij ook prettig dat ik de vrijheid heb om het zelf op te zoeken. Ik kan kiezen of ik ergens mee bezig ga of dat ik mij lekker terugtrek en in mijn cocon van Zenit energie blijf zitten voor een tijdje en mezelf laat bijkomen van alle indrukken van dat moment. Ja, dat herken ik ook wel in hem. Binnen onze samenwerking geniet ik van de aandacht en de liefde waarmee jij bezig bent met mij. Poetsen en kroelen vind ik fijn, maar op een gegeven moment ben ik er klaar mee. Dan is het genoeg voor vandaag. Dat herken ik ook zeker. Op een gegeven moment is hij er gewoon klaar mee. Zo is hij echt. Ik voel mij prettig in de omgeving waar ik nu sta. De ruimte die ik krijg om lekker rond te wandelen en te relaxen vind ik geweldig. En vind het bijzonder dat ik dit zo mag ervaren. Met mijn zomermaatjes waar ik mee samen sta, kan er, zoals jij in jouw bericht schetst, onrust zijn. Je staat dus ook zomermaatjes, maar hij staat het hele jaar door met hetzelfde paard. Dus ik weet ook niet waar zomermaatjes vandaan komt. En er staat ook zoals jij in jouw bericht schetst. Maar daar ben ik dus al even over na aan denken. Volgens mij heb ik nergens in een bericht gezegd dat er onrust is. Dus die snap ik niet helemaal. Ik heb niet het formulier aangegeven volgens mij. Ik was gewoon benieuwd hoe die in de groep viel. En ik kon ze ook op social niet terugvinden. Maar met zo'n reading haak ik er ook van uit dat ze niet alles op social gaat zitten opzoeken. Want dan is het natuurlijk ook een beetje raar. Dus misschien dat ik nu wel even ga vragen op welk bericht ze precies doelt. Volgens mij, er is inderdaad momenteel wat onrust. Zeker van het weekend. Maar dat heb ik volgens mij niet op social gezet. Er komt een video van, maar die komt van de week pas online. Dus die snapte ik niet helemaal. En ik weet ook niet of het dan vanuit Sen komt dit over mijn bericht heeft of vanuit Mirthe. Ja, misschien dat Sen energetisch wel weet dat ik er iets over gemaakt heb. I don't know. Dit is onrust waarin we allemaal iets te leren en los te laten hebben. We redden ons, echt waar. En als het toch even niet lukt, dan zullen we onszelf zover mogelijk even terugtrekken, zodat we weer goed tot onszelf komen. En dat vond ik ook wel een fijne, want in de video die van de week online is gekomen, zullen jullie ook zien dat Zara en Sen soms al een beetje clashen. En ik heb dan, ik wil mijn paard beschermen. Dus ik heb dan een neiging om ertussen te komen. Niet letterlijk ertussen, ik ga geen klap opvangen. Maar ik wil er dan wel iets aan doen. Dus dat vond ik wel van, ik wil jou dan misschien komen redden. Maar je redt het zelf wel. Je hebt mij niet nodig om jou te verdedigen. Je kunt zelf wel voor jezelf opkomen. Want Zen is er zeg maar niet één dat als een paard achter hem aangaat dat hij een trap geeft. Hij blijft gewoon rennen. Dat ik soms denk van, trap nou een keer terug, dan is het een keer klaar. Maar dat doet hij dus niet. Maar ja, misschien is dat een kwestie dat gewoon niet zijn manier van conflict oplossen is. Dat is natuurlijk niet aan mij om te bepalen wat daarin wel niet goed is. Er is werk aan de winkel voor ons allemaal. Ik besef het mij goed. Maar het gaat dus over de andere paarden, de ongerust in de groep.
En om daar nog even op terug te komen, ze staan nu iets meer dan een jaar samen. En ik merk nog steeds dat het steeds beter gaat. In ieder geval tussen Zen en Moos. Dus mensen denken vaak van, oh ja, we zetten ze er even bij en het komt wel goed. Maar nu, een jaar later, veranderen er nog steeds dingen. En dat vind ik wel heel interessant. Want ik wist dat het sowieso minimaal 6 maanden duurt voordat het paard echt gezetteld is. Maar dingen kunnen dus na 12 maanden nog steeds verbeteren. Ik ben eigenlijk dus ongelooflijk dankbaar voor alles wat jij mij biedt, lieve Nienke. Op dit moment heb ik geen op- of aanmerkingen rondom mijn welzijn, gezondheid, plezier, communicatie of andere zaken. Nou, beter dan dat kun je natuurlijk niet krijgen. Ik ben nu, terwijl ik deze woorden aan je laat weten, tevreden en blij. Heel blij. Dus dat vind ik heel fijn om te horen. Ik had het ook al naar Iris, mijn bijrijder, doorgestuurd. En die zei ook al van, nou, ik hoop dat je nu eindelijk erop kunt vertrouwen dat je dingen goed doet en het los kan laten. En daar gaat hij het nog even over hebben. Want dan is de laatste vraag, die stelt Myrthe de standaard, is, wat wil je zelf laten weten? En dan zegt Zen, twijfel siert je niet, lieve Nienke. En ik bedoel het in positieve zin. Jij weet en voelt wat goed is voor jou en wat goed is voor mij. Jouw twijfelgevoelens zijn daarom in mijn ogen totaal overbodig. Want jij voelt en weet zoveel, zo juist en zo concreet. Voel jij dat jij iets nodig hebt, dan handel jij daarnaar. Weet jij dat ik een bepaald iets nodig heb, dan zorg jij ervoor dat ik dat krijg. Daarom wil ik je het compliment geven en jou bedanken voor jouw zuivere weten en voelen. Hoe jij hier bewust en onbewust mee omgaat, vind ik erg knap en bewonderingswaardig. Je mag meer vertrouwen op jouw buikgevoel. Jouw eerste ingeving bij een bepaald persoon of bepaalde situatie. Jij voelt zuiver. Jij handelt zuiver. En ik nodig je uit om hierop te vertrouwen, want ik vertrouw jou. En nu mag jij ook jezelf meer vertrouwen en weten dat wat jij doet goed is. Je hebt het beste voor ogen voor jezelf, mij, jouw directe omgeving, vrienden, ga zo maar door. Ik bewonder jou. Ieder moment en iedere dag weer. Bewonder jij jezelf ook, lieve Nienke? Ik hoop van wel en gun jou de bewondering voor alle dingen, alle processen, alle valkuilen en succesmomenten. Ik vind jou lief, lieve Nienke. Dat wilde ik je van nu echt nog even laten weten. Dus ja, dit komt wel even binnen. De vorige keer mijn training was vooral ga aan jezelf werken en op een super lieve manier. Maar dit is toch wel dat ik denk van, het is wel even wat ik moest horen, dat ik het goed doe en dat hij dat ziet, dat hij dat waardeert. En wat ik in het begin al zei, er zijn een hoop mensen die hier niet in geloven. Ik moet zeggen dat ik bij een paar dingen had ik ook wel zoiets van, oh, zouden ze dat misschien op social media hebben gezien? Maar ik kies er dan toch voor om er gewoon in te vertrouwen, want zij heeft ook wel iets beters te doen dan iedereen op social media in de gaten te houden. En uiteindelijk, ik geloof gewoon in dierencommunicatie. Dus misschien als ik daar niet in geloofde, dat ik zou denken, ja, je hebt gewoon van Instagram. Dat hoor je best vaak als een dierencommunicator bij een influencer, wat ik natuurlijk niet ben, maar bij Feline of Equitative geweest of zo. Dat ze dan zeggen van, ja, maar je hebt natuurlijk ook gewoon alles op internet terug kunnen zien. Dus bij Jesse Drent ook, toen Simone daar was, bij Matt Harnicky. En ja, dat zou kunnen, maar Simone Ottervangers bijvoorbeeld, die dan bij Matt en Jesse was, die heeft al een wachtrij van hier tot Tokio. Ik denk niet dat die daar haar tijd aan gaat verspillen. En ik heb dus ook zelf ook een basiscursus diercommunicatie gedaan. Maar ik heb dat gewoon niet goed genoeg getraind. En ik vind het ook heel moeilijk met mijn eigen paard. Dus ik ben er nog niet echt in ontwikkeld. Maar toen heb ik ook ervaren. Ik heb het 1 weekend, dus 2 dagen gedaan. En ik kon gewoon echt al boodschappen doorkrijgen. En ik had niet verwacht dat binnen 2 dagen al zou lukken. En als ik het vaker ging oefenen, dan zou ik daar ook echt wel beter in worden. Al met al gewoon fijne woorden om te horen. Voor mij wel even bevestiging dat ik goed bezig ben. En dat ik me niet zo zorgen hoef te maken. En eigenlijk weet ik dat wel. Ik weet dat Zen meer last heeft van mijn twijfel dan van veel, ja, van welke andere dingen dan ook. Dus nu gaan we gewoon even afwachten tot osteopaat over 3 weken. Vandaag 3 weken, denk ik. Dat het osteopaat komt. En ik hoop dus ook snel iets van de zadelpassen te horen. En dat anders moet ook nog komen. Maar daar maak ik me voor het rijden niet zo'n zorgen om. Dus ja, als dat allemaal op orde is, dan hoop ik dat we gewoon van de winter weer lekker kunnen gaan rijden. In oktober alweer. Fenna vroeg vandaag ook al wanneer ik mee buitenrit ging. Dus ja. Al met al wel een hele fijne reading. En fijn dat ik eigenlijk mijn gevoel eigenlijk in heel veel dingen al goed zat. En wat hij ook zegt, jouw gevoel klopt gewoon. Dus ik moet gewoon ook meer vertrouwen op mijn gevoel. Maar wel fijn om dan nog even die bevestiging te hebben. Ik hoop dat jullie deze video interessant vonden.
Geef dan even een duimpje omhoog en laat ik een reactie achter. Ik ben ook wel benieuwd of jullie dit al eerder hebben gedaan. En of bij jullie, wat voor dingen er bij jullie uitkwamen. Of er juist verrassende dingen uitkwamen. Of dat meer een bevestiging was wat jij al dacht. Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus laat even weten in de reacties. Vergeet ook niet te abonneren. Zeker als je dit soort zweverige dingen interessant vindt. Want daar hou ik ook van. Dus die gaan vast vaker op mijn kanaal voorbij komen. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Dus tot de volgende keer. Let me show you what a good time looks like. It gets better.